vind het stom. 5-5-5. Geef voor Max. Het wordt 4 uur begonnen met Bas. Hallo lieve mensen, deze week ga ik eten volgens de richtlijnen van het welbekende voedingscentrum. Het voedingscentrum is een semi-overheidsinstelling die voorlichting biedt en bepaalde richtlijnen geeft over wat gezonde voeding zou moeten zijn. Kortom, als je als persoon volgens deze richtlijnen eet en volgens de schijf van 5 die je waarschijnlijk wel kent, dan zou je dus gezond bezig zijn en alle vitamines en mineralen binnenkrijgen die je als mens nodig hebt. Hoogste tijd voor mij om de proef op de zon te nemen. Oké, even een klein overzichtje van de regels terwijl ik deze kat in balans hou. Als ik namelijk op de website van het voedingscentrum invul dat ik 30 ben en vrouw, dan krijg ik de volgende richtlijnen mee. Per dag 250 gram groente. Gram groente, 2 porties fruit, 4 tot 5 porties volkorenproducten, 1 portie vlees, vis of vleesvervanger, 25 gram noten, 2 tot 3 porties zuivel, 40 gram kaas, 40 gram smeer- en beredingsvetten en 1,5 tot 2 liter vocht. En dan is het tenslotte om je te helpen nog deze app Kies ik gezond, waarmee je producten kan scannen om te checken of ze binnen de schijf van 5 passen. Let's go! Oké, ik zit inmiddels aan de lunch en je denkt, dit is gewoon een prima, gezellige, Nederlandse, aardig gezonde lunch. Maar ik kan gewoon helemaal niets van dit alles eten. Behalve natuurlijk de tomaat en de paprika en een beetje avocado. Maar helemaal niks! Hoe dan? Er is overal wat mis mee en ik vind het stom. Oh ja. Ja, is het lekker? Ja. Oké, nou, ik heb een vegan curry gemaakt. Met tempeh, bonen, bloemkoolrijst. Omdat je dan lekker veel groente binnenkrijgt in één keer. Want ik moet natuurlijk aan mijn 250 gram per dag komen. Maar er stond bij de verpakking van de curry, dat je er niet te veel van mag eten. Omdat het dan te veel zout bevat. Oké. Wat is niet te veel? Oh. Dat stond letterlijk zo omschreven. Ja. Logisch, want dan zeggen ze tenminste niet meer dan 50 gram. Wat nergens op slaat als je. Nee, precies hoe verschillende mensen zijn. Ja, precies, dus dat is goed. Maar te veel zegt dan ook weer niks. En nee. Ik snap ook dat je dan geen rekensom. Ja, je moet je gewicht door zoveel gram delen. Dat is ook wel moeilijk, maar ja. Ja, je moet het maar een beetje zelf aanvoelen, denk ik. Fijn dat je al begonnen bent ook. Etiketten, Max. Hey. Als ik altijd ga zitten wachten tot het filmen klaar is, dan kom ik nooit ergens aan lekker eten toe. Ah jongen, oh, dan ben je weer het slachtoffer, hè? Ontzettend. God. 5-5-5. Geef voor Max. Oké, ik heb vanochtend een havermoutje gegeten en nu een appel. Dus ik denk dat het voedingscentrum al wel redelijk trots op me is. Het enige waar ik mee zit is chocola. Want ik geloof niet dat er veel chocola wordt aanbevolen in de schijf van 5. Oké, ik begin inmiddels al wel een beetje mijn mening te vormen over de schijf van 5 in het voedingscentrum. Maar ik ben natuurlijk geen expert en daarom heb ik een gast bij me. Hallo. Goed dat ik er ben. Ja, goed dat je er bent. Naast mij zit Jonathan Klaassen. Jij bent online diëtist, voedingscoach en schrijver. En ik ken jou voornamelijk van jouw Instagram, waarin je heel vaak misverstanden over voeding aanpakt. Klopt, zeker. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat jij vindt dat de goede en misschien ook wel de kritische punten van de adviezen van het voedingscentrum zijn en de schijf van 5 natuurlijk. Ja, nou, ik denk dat het heel goed is om te weten dat de schijf van 5 is een tool gemaakt door de overheid om ervoor te zorgen dat wij goed en gezond eten. Mm-hmm. En de achtergrond is wetenschappelijk. Hey, daar gaat een bel. Oh. Staat iemand voor de deur? Kut. Ja, het belangrijkste doel van de schijf van 5 is ervoor te zorgen dat welvaartsziekten worden voorkomen of genezen. Het doel is niet om af te vallen of een sixpack te krijgen of om bijvoorbeeld aan te komen. Het doel is echt om die welvaartsziektes, om daar iets aan te doen. Ja. Inmiddels onderweg naar Den Haag en wij gaan eten bij Masha en Gregor. En nu ben ik dus compleet afhankelijk van wat zij gaan koken of bestellen misschien wel. Want ik moet nog best wel wat groente eten vandaag. Dat is me nog niet gelukt. Dus dat wordt wel een uitdaging. Oké, je weet dat je bij YouTubers op bezoek gaat als ze al vol zitten van het eten omdat ze een mukbang hebben opgenomen. Nee, maar
middag. Dat was de bedoeling, dat dat zeg maar rond lunch zijn. Maar toen vervolgens om 4 uur begonnen we pas. Ze zat stuiter van de suiker. En ja, dus en toen was het van, ja maar Max en Marijn komen zo. Op een gegeven moment, kan die zijn zo vol. En we hebben echt al bestellen voor jullie wat te eten. Maar hij heeft echt heel veel gegeten. Ja, nee, ik vind het een goed verhaal. Ik vind het een goed verhaal. Ja, gezellig. Er is dus nu gewoon eten. Ja, voor ons besteld. Er zijn raar veel lampjes in. Alles heeft lampjes. Alles heeft kleurtjes. We zijn geobsedeerd met kleuren. Ik weet niet waar ik ben. Oh. Anyways, ik ga dus nu een pastaatje eten en een, en een salade. Past bijna in de schijf van 5. Dit moet een salade voorstellen. Kijk eens wie er is. Ja. En wie gewoon fucking naar New York gaat. Wie je mama heeft verlaten. Ja, ja, dat vind ik echt niet leuk. Ga jij daar ook volgens de schijf van 5 eten? Nou, dat moet ik volgens de schijf van 2 denk ik. Kaas. En koolhydraten. Dit is dus die schijf van 2 waar Claire het net over had. Zo cheesy. Kijk wat veel groente. Heus wel 250 gram. Toch? Gaat het? Sorry, ik kijk even met je mee of je het wel goed deed. En approved? Het was approved. Approved. Oké, ik ga even heel erg eerlijk met jullie zijn. Deze dag is gewoon niet zo goed gegaan. En ik kan wel zeggen dat ik prachtig binnen de lijntjes heb gekleurd. En doen alsof, want daar komen jullie toch niet achter. Maar ik wil gewoon eerlijk zijn en deze dag is gewoon niet helemaal volgens de richtlijnen van het voedingscentrum geweest. Morgen weer een nieuwe kans. Hé, Mixie? Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik heb het zwaar. Ja. Voor de algemene bevolking is het een heel goed advies. Okay. En als iedereen zo zou eten, dan zou Nederland echt een stuk gezonder zijn. Ja, dat denk ik ook. Kijk, iemand met een allergie, die moet een ander soort advies krijgen of iemand die wil afvallen, die moet ook een ander advies krijgen. Wat zijn nou echt dingen wat jij denkt van dat vind ik toch wat kort door de bocht of dat vind ik wat minder aan de schijf van 5 of aan de richtlijnen? Nou, ik moet zeggen dat de nieuwe richtlijnen, er zijn een aantal jaar geleden was er nog een oude variant. Ja. En je ziet nu wel dat er eigenlijk heel veel goede dingen zijn aangepast. Dus je ziet dat de focus ligt veel meer op plantaardig. Ja, in plaats van dieren, nou, dat vind ik een goede zaak. Ja, absoluut. Dus echt kritische punten heb ik niet zozeer gelijk. Mm-hmm. Omdat ik denk van ja, het is een hele goede basis. Oké, nou dat is wel fijn om te weten dan, toch? Ja, denk vind ik wel. Ja. Even wat ik hier op kantoor vind. Denk niet dat hij in de schijf van 5 staat. Ik herinner me wel, volgens mij heb ik gelezen dat het voedingscentrum zegt dat je ongeveer 3 keer per week iets mag van buiten de schijf van 5 of buiten de adviezen om. Want het leven moet ook een beetje leuk zijn natuurlijk. Ik denk dat dit mijn uitzondering wordt. Hey Max, eet jij volgens de schijf van 5? Nou hoor. 5 van 3. 5 van 3. 5 van 3. Het zijn er 4. Doe ik het niet goed? Sorry voedingscentrum. Top. Vandaag ga ik deze jonge man rondleiden. Jonathan, als je mijn New York vlogs hebt gezien, dan ken je hem al. Hallo. En dus ik ga een dagje de stad in, wat het natuurlijk best wel lastig maakt om volgens de schijf van 5 te eten. Want weet je, fruit, groente, bepaald aantal vet en blablabla. Maar ik denk dat de boodschap daarvan moet zijn dat je daar niet peu neuf over moet doen. Want dan is het leven ook gewoon niet leuk meer. Doe wat binnen je controle ligt. Ga gewoon lekker goed ontbijt eten thuis. En zorg dat je lekker vol zit. En dan alvast wat fruit hebt gegeten. En neem eventueel een appel mee. Verder, ja, geniet. Weet je, hè? Is there anything you want to say, John? I like nice music. Oké, ik ben inmiddels op een borrel. En ik moet natuurlijk wel even kijken wat het voedingscentrum zegt over alcohol. En je mag dus 1 glas per dag. Maximaal. Dat vind ik best wel heftig, want als je 1 glas per dag doet, dan is dat opgeteld al best wel veel. Maar oké, nu geniet ik er in ieder geval van. Lieve Marijn,
Dit heeft niks met het voedingscentrum te maken. Nou ja, misschien een beetje, aangezien ik zo meteen van alles ga eten. En dat niet echt binnen het voedingscentrum de schijf van 5 past. Maar ik ga zo meteen naar New York zonder jou. En als ik daar te lang over ga praten, ga ik huilen. Want ik ken jou voordat jij heel erg succesvol werd op YouTube. En wij hebben heel veel mooie dingen meegemaakt in New York. En nu ik daar weer naartoe ga, voelt het echt als een gemis dat jij er niet bij bent. Ik ga je heel erg missen. En ik ga er heel erg naar uitkijken dat je zo meteen die kant op komt. Daar word ik heel erg blij van. Maar voor nu wil ik gewoon zeggen dat I love you. En ik ben heel erg trots op jou en op alles wat je hebt bereikt. En ik zie je in New York. Dan gaan we ons vooral niet houden aan de schijf van 5. Dan gaan we gewoon volledig voor de Shake Shack en alles wat daarbij hoort. Er is geen perfecte dag, jongens. Als ik elke dag zo zou eten, dan zou ik ook niet gezond zijn. Omdat variatie gewoon het allerbelangrijkste is. Daarom kun je één product ook niet als gezond bestempelen of één maaltijd. Want als je dat alleen maar zou eten, dan kom je gewoon voedingsstoffen tekort. Je kunt het echt pas beoordelen als je kijkt naar een voedingsschema van een week of een maand of een jaar, whatever. Oké, met mijn leven vol events en etentjes en dientjes en overal en ergens naartoe gaan, vind ik het soms best wel lastig om volgens de regels van het voedingscentrum te leven. Tuurlijk kun je natuurlijk bakjes meenemen met eten om jezelf voor te bereiden en zeker weten dat je goed eet. Maar ook daar moet je een beetje de balans in vinden en niet de lol uit het leven halen. Ik denk dat het wel goed is om af en toe een beetje een checklistje in je hoofd af te gaan met: heb ik genoeg groente gegeten? Heb ik genoeg fruit gegeten? Genoeg vezels? Dat zijn gewoon echt belangrijke dingen. En niet te veel bewerkte shit. Dus mijn tip is dan ook om een tijdje je voeding te tracken. Bijvoorbeeld via een app. Om een beetje inzicht te krijgen in wat je nou allemaal gemiddeld binnenkrijgt. Ten slotte, mijn grootste punt van kritiek op de richtlijnen is dat het allemaal wel wat duurzamer mag van mij. We kunnen in principe prima zonder vlees en vis en wat minder zuivelproducten. En ja, ik kan hier echt nog uren over doorpraten. En er zijn zoveel maars en what ifs en bla 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 bla. En ik ben ook geen expert, dat zal ik ook nooit zeggen. Maar het is in principe een prima advies. Heb je nog vragen? Laat het me weten. En dan zie ik je volgende week weer. Bye bye.